Wethouder Herman van, van Rooy uh, over de parkeerbesluiten in het centrum. Social media ontploft zo van de vele negatieve en bezorgde kritieken. Uh, onze berichten van Dommeland die zijn ruim 9000 keer bekeken en massaal gedeeld. Nou, er is een Facebookpagina van uh, bijna 800 leden. Boksel is als het ware in opstand. Houdt dit in dat de parkeerbesluiten niet veel te weinig draagvlak hebben bij de inwoners? Ja, ik denk dat het, uh, het draagvlak er wel degelijk is. Ik krijg ook heel veel berichten, of ik word op straat aangesproken door mensen die zeggen: Nou, we zijn blij dat het eindelijk komt. Het besluit is genomen. Ik uh, ben wel enigszins verrast uh, over het aantal uh, mensen die eigenlijk hebben gereageerd. In het verleden we zijn we, slotvereniging al bijna acht jaar bezig hiermee. Er zijn klankbordgroepen geweest, er zijn sessies geweest met bewoners, met, nogmaals met de klankbordgroepen. Uh, inderdaad is het uit, vrij uitputtend behandeld, uh, de Onze Weekbladen, het Brabantse Dagblad -Brabant zelfs, ze hebben allemaal verslag gedaan van die sessies en toch zijn er heel veel mensen verrast uh, door het feit wat er gaat gebeuren. Ik heb wel het idee nogmaals dat het misschien meer te maken heeft met het bedrag eigenlijk waar het mee gemoeid is dan met het feit dat het gaat gebeuren. Dus u is echt eigenlijk van, nou iedereen had het gewoon in het Brabantse Centrum kunnen lezen of in een mooi boksel, dus wat is nou eigenlijk het probleem? Ja, we hebben klankboodgroepen Breukelen Zuid en we hebben het klankboodcentrum. De laatste, wanneer even de twee, exact was, weet ik niet. De laatste groep was in ieder geval in, 2000, uh, in 2015. Uh, ik, nogmaals, ik denk niet dat we het, de, het probleem daar moeten zoeken. Want dat zijn organen waar je eigenlijk overleg mee pleegt. Uh, uh, je moet het meer zoeken in de externe communicatie. Uh, ...iets te gemakkelijk om te zeggen, ja, dan moeten de mensen het Brabant Centrum of Mooi Boks of Brabant Zagbad maar lezen. Daar hadden we misschien iets actiever in moeten zijn. Nou zijn er ook mensen die zeggen, nou ik heb rondgevraagd in mijn klankbordgroep... ...en wij hebben sinds eind 2013 geen terugkoppeling meer gehad, helemaal niks. Hoe verklaart u dat? Um, ja, dan zou je het probleem bij de klankbordgroep neer moeten leggen. Ik denk niet dat het zo werkt eigenlijk. Uh, ik denk dat dat, uh, dat, dat stuk eigenlijk uh, verweven moet zijn in de informatie die wij weer verstrekken via dus de weekbladen en via het dagblad eigenlijk. Nou, uh, onder de werknaam Op weg naar een leefbaar en bruisend centrum is de basis van deze plannen al in uh, 2012 gesmeed. We zijn nu vier jaar uh, verder, veel marktontwikkelingen verder. Mensen willen gratis parkeren, de weinige winkeliers die er nog zijn willen dat ook. Er is een brandbrief gekomen van Detailhandel Nederland. Waarom wil de of gemeente Boksel nog steeds niet aan gratis parkeren? Nou, ik, uh, dit is een vraag die eigenlijk buiten de parkeervergunning omgaat. Want dit gaat over, uh, over andere besluiten die zijn genomen in het verleden. Ja, u moet zich realiseren dat uh, de inkomsten die wij genereren uit het uh, uit betaald parkeer, wat, wat u bedoelt. Dan heb ik het niet over parkeervergunningen, want parkeervergunningen, uh, dat levert de gemeente Bokstel uh, geen 1 euro op. Dat is kostendekkend. Betaald parkeer, wat u bedoelt, uh, geeft de gemeente ongeveer een bruto inkomsten van ongeveer 300.000 euro waarvan na afrekening van alle kosten uh, 100.000 euro terugvloe terugvloeit naar uh, de algemene middelen. En die zijn meer dan welkom. Uh, een zeer veel gehoorde en gelezen reactie van centrumbewoners is wie garandeert mij voor die 110 euro per jaar een plek? Uh, de modellen hebben uitgewezen dat, de, dat er voor de bewoners voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Ik kan niet garanderen dat als iemand s'avonds thuis komt uh, dat hij direct bij zijn huis kan parkeren. Wel in de directe omgeving, er zijn twee gebieden aangewezen, dus hij, kan, hij of zij kan altijd parkeren in het totale aangewezen gebied. Maar wij gaan ervan uit dat iedereen toch eigenlijk vrij direct eh, bij zijn eigen woning zou moeten kunnen parkeren. De, de, de modellen wijzen het uit. Dus als ik het goed begrijp, dan zijn er dadelijk twee gebieden en je koopt een parkeervergunning. En dan mag je voor één van die twee gebieden mag je overal je auto neerzetten. Dat is correct. En daarbij heb je natuurlijk ook nog uh, de regeling dat je je visite eigenlijk onder, ook onder kunt brengen in het desbetreffende gebied. Als ik nou voor 110 euro een parkeervergunning heb gekocht en er is geen plek, en ik wil mijn boodschappen uitladen voor de deur. En dan moet toevallig bij een uh, locatie waar het betaald parkeer is, moet ik dan uh, een kaartje kopen of kan ik mijn vergunning vooruit leggen? Of hoe werkt dat? Nou, nou, ik denk dat het werkt wat, wat we allebei op dat moment zouden doen. Uh, we zouden uh, geladen en lossen, maar ik zou wat duidelijk maken dat ik aan het laden en lossen ben. Um, even over de blauwe zones. Hoe lang mag je daar parkeren en wat zijn de tijden waarop ze in- en aflopen? Um, de normale parkeertijd is, uh, is twee uur. Met uh, uitzondering van, uh, van de Breukense Straat. Daar geldt de tijd van een, uh, van een half uur. En de tijden zijn van negen tot zes. En uh, bij Albert Heijn uh, lopen de tijden van, uh, van negen tot zeven. Dat ziet er uitnodigend uit, natuurlijk. Maar uh, met name bij Albert Heijn zal het wel zaak zijn om op 1 minuut of 2 minuten over 9 ook daadwerkelijk weg te zijn. Okay. Uh, nou hebben we uh, het kaartje bekeken. En zoals ik het zie, staat de blauwe zone bij het gemeentehuis niet ingetekend op het kaartje. En die zou daar wel komen. Waarom is die niet ingetekend? Uh, Blauwe zone de gemeente is een test. Dat is een afspraak die uh, de collega Van den Broek met de gemeenteraad heeft gemaakt. Op het moment dat wij hier de markt opnieuw gaan, gaan inrichten, gaan daar parkeerplaatsen die gaan verdwijnen. Dat zijn er 60 die tijdelijk weggaan. Die worden opnieuw ingericht bij het zusterpad en uh, uh, inter, of bij de tuin hier op het gemeentehuis. En daarvan hebben we gezegd dat we daar een test voor twee jaar gaan, uh, gaan doen. Ja, en dat is dus niet definitief, vandaar dat die anders staat ingetekend. Dan nog even over de zienswijzen, want uh, die gaan er ongetwijfeld komen. Uh, maar als je, het is best ingewikkeld, wie kan de burgers daarbij helpen? Um, nou, staat, uh, de, op de gemeentelijke site staat, een, uh, staat een perfect uh, weergegeven hoe je de zienswijze kunt indienen. Ik heb begrepen dat er ook al een initiatief uh, zelf op Facebook loopt. Mensen die zelf al hebben, aan hebben gegeven. Op deze manier kun je hem indienen. En Mochten mensen het nog niet weten, dan kunt u uiteraard het gemeentehuis uh, altijd even bellen. Dan word je ook netjes geholpen om dat, om dat te realiseren. En hoe verloopt dan de procedure als die uh, zienswijzen eenmaal zijn ingediend? Um, daar heeft u zes weken de tijd voor. Uh, er komen nu al zienswijzen binnen. Ik verwacht dat de laatste week dat er misschien nog wel een, uh, nog wel een paar, paar meer zullen komen. Die gaan wij bundelen eigenlijk. Daar gaan we, die gaan we van, van, van de repliek voorzien, van commentaar. Misschien dat we mensen nog gaan uitnodigen om over de zienswijze verder te praten. Uh, daarna wordt het voorgenomen besluit wordt, op, wordt uh, omgezet in het definitief. Uh, mochten mensen dan nog aan hun zienswijze vast willen houden, dan kunnen ze voor bezwaar en beroep kunnen ze verder in de procedure gaan. Krijgen de ambtenaren van de gemeente een gratis parkeervergunning of moeten die van hun salaris ook 110 euro gaan betalen? Nee, de ambtenaren van de gemeente Bochten krijgen geen gratis parkeervergunning. We zitten op dit moment in de gemeenschappelijke regeling, dus er is vrij veel mobiliteit tussen Sint-Migischestel en tussen Bokstel. Toen de Hager is afgebrand, hebben we daar eigenlijk tijdelijk wat extra parkeerplekken voor kunnen aanleggen. Die vallen buiten het parkeervergunningssysteem, het is de andere kant van de brede rode slotverrekening. En daar worden onze ambtenaren geacht hun auto neer te zetten. Tot slot, um, in feite moet de gemeente een visitekaartje afgeven, wat betreft een aantrekkelijk centrum. En als inwoner zou je dan op zijn minst het gevoel moeten hebben dat je welkom bent in het centrum. En nu hebben veel automobilisten en zeker ook de inwoners het gevoel een melkkoe te zijn. Wat is hier op uw reactie? Nou, het is natuurlijk, iedereen staat vrij om te bezien hoe hij of zij, uh, wonende in Bokstel, het centrum gaat bezoeken. We zien heel veel mensen die te voet komen, heel veel mensen die met de fiets komen. Nou, daar moeten we nog naar kijken hoe dat we met name daar iets voor kunnen regelen. Nou, dat zal met de inrichting van de markt zal plaats gaan vinden. Dan gaan we zeggen: Oké, okay, en nu gaan we alles opnieuw inrichten. Dan moeten we de fietsen ook netjes kunnen ordenen. Uh, parkeren rond de markt zal altijd aanwezig zijn. En mensen blijven zelf de keuze houden van, nou, wil ik ervoor betalen? Nou. Dan betalen ze ervoor. Wil ik met de fiets gaan, hoeven ze niet te betalen. Ik denk dat wij als boxen ook een beetje uit moeten stralen. We hebben een bruisend centrum en we zijn met ons bruisende centrum niet afhankelijk van de auto's. Maar we zien heel graag ook de fietsen daar en mensen met de fiets en nog liever mensen te voet misschien wel. Dankjewel voor de toelichting. Graag gedaan.